Is de opname gestart? Ja. Hallo, ik ben Andrea van Eert, ben 56 jaar. Ik woon samen met mijn vrouw en onze zoon van 16. Ik ben gevraagd voor dit interview om te vertellen, om samen te kijken, hè, waar liggen mijn gevoeligheden? Waar ben ik achtergekomen? Welke nieuwe inzichten hebben dat mij gegeven? Ik ben werkzaam bij het SUMMA als docent. Belangrijkste taak is lesgeven en het coachen van studenten, doorgaans jonge studenten. En daarnaast ben ik lid van een vakgroep en heb ik een aantal jaar meegedraaid als actief lid van een ontwikkelgroep, waar wij het onderwijs opnieuw hebben vormgegeven. Ja, wie ben jij? Oké, mooi. Nou, ik ben Kirsten. Ik ben jobcoach bij Autisme Punt sinds 2013. Autisme Punt is een organisatie die biedt ondersteuning aan mensen met autisme op het gebied van persoonlijke begeleiding, maar ook woonbegeleiding, behandeling en diagnostiek en ook werk en onderwijs. En als jobcoach zit ik dus in dat laatste team, werk en onderwijs, en ik hou me bezig met een vrij breed spectrum aan ondersteuningsvragen van mensen met autisme op gebied van werk en onderwijs. Dus dat kan soms gaan over jobcoaching. Maar ook over eerste en tweede spoortrajecten voor mensen die ziek uitgevallen zijn of daar tegenaan hangen. Of mensen die hulp nodig hebben om passend werk te vinden of een studiekeuze te maken. En wij vinden bij Autisme Punt dat als je iets nuttigs wil zeggen over autisme en werk of autisme en onderwijs, dan is een stuk beeldvorming super belangrijk. Dus van ja, wie is die persoon tegenover je? Wat drijft hem of haar? Of waarom heeft iemand nou bepaalde keuzes gemaakt in zijn leven? Maar natuurlijk ook vooral, waar zijn iemand zijn kwaliteiten die hij wil inzetten? En waar ook specifieke energielekken zitten? Want dat wil je natuurlijk vooral gaan vermijden, dat laatste. Dus met een stuk beeldvorming is ook het traject van Andrea begonnen. En ik ben als eerste even benieuwd, Andrea, kun je even uitleggen waarom je gekozen hebt voor het vak van docent? Ja, dat is inderdaad alweer, ik denk zo'n 20 jaar geleden. Ik werkte al met kinderen, met jongeren. En daarnaast deed ik van alles op het gebied van dans en drama. En het drama vooral om in te zetten in het omgaan met groepen. En ik wilde heel graag die dingen combineren binnen één functie. En het leek me erg leuk om de ervaring die ik had in het werk met kinderen, om dat door te geven, om dat verder te dragen. Nou, dat kon ik dus bij het SUMMA. En ik vind het super mooi om een hele tijd met studenten mee te lopen, om ze te coachen in hun ontwikkeling, hè, een ontwikkeling naar het beroep waarvoor ze leren, maar ook in hun ontwikkeling als mens zijnde. En ja, dat is super, super tof om dingen terug te zien en om mee te maken. En ik denk dat mijn kracht ligt in het procesmatig werken. In goed proberen aan te sluiten wat er leeft bij de student, bij de groep. En door inzet van creatieve werkvormen probeer ik ze te motiveren en te enthousiasmeren ook wel voor het beroep zelf. En om zo zichzelf te ontwikkelen. En ik ben, ik vind het heel belangrijk om ze mee te geven dat ze een goede burger worden en een sociale burger in deze maatschappij. Ja. Dus daar zijn we veel mee bezig. Ja, jij voelt daarin ook wel een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid waar je iets aan bij wilt dragen. Dat is super mooi. Ja, leuk. En want je noemde net een aantal dingen waarvan je zegt, nou, volgens mij ligt mijn kracht daar en daar. Waarin merk je dat je door je collega's vooral gewaardeerd wordt? Oh, dat is altijd zo'n lastige vraag, vind ik. Ze waarderen wel mijn enthousiasme en openheid. En denk ook wel het zorgvuldigheid waar ik mee werk. Ik werk graag integer, zeg maar. En ook wel creatieve ideeën die ik heb, daar word ik wel in gewaardeerd. Ja. Ja, graag. Ja. Je hebt dus een hele poos als docent gewerkt en op een gegeven moment merkte je dat het niet meer zo goed ging.
Wat waren voor jou signalen waar je dat aan merkte? Ja, dat was eigenlijk wel een beetje een kantelpunt als ik zo terugkijk. Nou, misschien ook wel door mijn karaktereigenschap van perfectionisme, het goed willen doen, verantwoordelijkheidsgevoel, ben ik eigenlijk op een gegeven moment een tijd lang over mijn grenzen heen gegaan. En dat merkte ik doordat ik lichamelijke kwalen kreeg. Ik had op een gegeven moment heel flinke frozen shoulder. Ik had meer last van moeheid en migraine. En op een gegeven moment was ik overbelast. Ik viel uit. En ja, toen dacht ik, hoe kan dat nou? Ik vind het werk toch zo leuk. Dus ja, ik wilde weten van hoe kan dat toch? Ja, en ik weet ook nog wel te herinneren van zeker onze eerste gesprekken, dat je vertelde dat jij daar zelf ook al een heleboel aan gedaan had en in geprobeerd had. Heb je daar nog wat voorbeelden van? Ja joh, ik ben echt, ik was uitgevallen, maar ik bleef actief in het zoeken naar tools. Van waar ligt er nou aan? Ik had last van een ruis op een gegeven moment. Ik ben naar een audioloog geweest, helemaal laten onderzoeken. Nou, ik blijk heel goed te kunnen horen. Dus, dat leek toch eerder meer door een burn-out dan dat het iets, heel iets anders speciaals was. En ja, voor mijn schouder, fysiotherapie, manuele therapie. Ik ben naar een psycholoog gegaan. Van ja, help me even mee kijken van waar trap ik in? Waarom ga ik over mijn grens heen? Nou ja, ik was eigenlijk heel actief. Ja, ja. Ja. Klinkt en, ook inderdaad dat je alle expertise geprobeerd had inderdaad. Ja. Ja, en toen dacht ik van ja, gesprekken zijn heel leuk. Waren fijne gesprekken, maar dat was toch niet wat ik zocht, zeg maar. Ik dacht, ik wil me eigenlijk nader psychologisch onderzoeken. Ik wil het gewoon weten. Ik wil niet steeds terugdraaien of hetzelfde cirkeltje draaien. En ook al een beetje getriggerd door de thuissituatie eigenlijk, ben ik op zoek gegaan. Of ja, heb ik me laten onderzoeken. En bleek dat ik autisme heb. Ja. Ja. En, nou, en toen viel het even. Ja, ja, dat is best wel even wennen als je dan zo'n stempel krijgt. Ja, ik dacht van nou, hè, want dat ziet er toch heel anders uit. Dat kan niet. En hoezo? Als ik dat heb, waarom wist ik dat niet eerder? Hoe heb ik het dan altijd gedaan? Want ik wist wel dat het best, ja, best wel lastig kan zijn om autisme te hebben. En ja, ik ben heel erg gaan nadenken. Mijn leven kwam terug als een film. En ik denk, hoe zou het zijn geweest als ik het eerder wist? Als ik tools had gehad? Nou ja, dat soort dingen. Ik raakte gewoon eigenlijk een beetje van in de war. Ja. Mijn leidinggever vond het ook niet zo'n goed idee in eerste instantie dat ik dat gedaan had. Nee? Van het brengt jou alleen maar in de war. Dus ja. Dat was nou eigenlijk niet de bedoeling. Wat we wilden, nee. Hoe ging jouw werkgever daar verder mee om? Met dat hele proces van je merkte die signalen, je ging hulp zoeken en uiteindelijk kwam dit eruit? Ja, nou hartstikke goed. Mij heel erg gevolgd in waar ik mee bezig was. Contact blijven houden. We hebben hele goede gesprekken gehad, mijn leidinggevende en ik. Om het lijntje vast te houden, maar ook die waren ook gewoon heel helpend voor mij. Ze heeft me ook de ruimte gegeven om te zoeken. Want ik had heel erg die behoefte. Dus zoeken naar geschikte hulp, dat duurde eventjes. En er waren ook wachttijden. Want ik dacht van ja, als ik dan autisme heb, dan wil ik ook echt expertise hebben. En niet, want heel veel dingen weet ik al. Niet dat ik alles weet, maar dan moet het echt van toegevoegde waarde zijn. En dat was echt zoeken. En had ik iets, was het een lange wachttijd. Dus ze gaf me alle ruimte en de tijd die ik nodig had. En ondertussen ging het proces van herstel ging wel verder. En zodra ik kon, ging ik ook stappen zetten op het werk, zeg maar. Dat kwam liep een beetje parallel met de specialistische hulp die ik dan van jullie heb gekregen. Hè? Dus ja. Autismepunt in de arm genomen en
een jobcoach gevraagd. Nou, dat bleek een goede match. Dat was jij. En ja. Toen zijn we samen verder gaan zoeken. Hè? En je had een mooie insteek van, nou, dit kom je nu tegen in je leven. En we gaan samen kijken hoe we dingen kunnen duiden. Nou, dat woordje alleen al, dat motiveerde mij heel erg. Hè? Want ik hou ook van dingen duiden. Ja. En op zoek gaan naar van, ja, wat betekent het autisme voor jou? En natuurlijk daarna kijken van, hoe ziet het er dan uit in de praktijk? Zowel privé als op het werk. En ja, jij bent dan vooral voor het werk. Dus keken we samen van, wat heb je dan? Wat kun je bedenken om er prettiger mee om te gaan? En we zijn begonnen bijvoorbeeld met een sensorisch profiel te maken. Ja, waar liggen mijn zintuiglijke gevoeligheden? Ja, want dat sensorisch profiel gaat inderdaad erover, hoe werkt het bij jou heel specifiek met de verwerking van informatie die binnenkomt via de zintuigen. Het is ook natuurlijk bekend van autisme dat mensen met autisme daar vaker een ander profiel in hebben dan mensen zonder autisme. En bij jou hebben we daar een aantal dingen in bevonden, hè, die in het werk daardoor soms ook voor een best een groot energielek kunnen zorgen. Welke ruimte heb jij gevoeld op je werk om daar aanpassingen in te doen? Ja, eigenlijk alle ruimte. Eigenlijk alle ruimte. Dus om te kijken van, inderdaad, hè, het gehoor is heel sterk. Hoe zit het dan met de beamer bijvoorbeeld? Hè? Ik hoor steeds altijd die ruis. Hoe zit het met het licht? Ik ben ook lichtgevoelig. Kan ik genoeg dempen, het zonlicht bijvoorbeeld? Werkt het beter bijvoorbeeld om een vast lokaal voorlopig te reserveren? Nou, dat was gewoon allemaal mogelijk. En het was soms wel spannend om het aan te geven bij collega's, want ja, ik wil niet anders zijn dan anderen. Dat wel, maar ik heb in ieder geval alle ruimte gekregen om dingen uit te proberen. Ja. En, Want daar raak je ook meteen een mooi punt mee. Want en je was natuurlijk dingen voor jezelf aan het uitzoeken. Van hoe werkt het op mijn werk en hoe werkt het in mijn privéleven? Welke dingen moet ik aanpassen zodat ik het leven, maar natuurlijk ook gewoon het werk op een goede, duurzame manier vol kan houden? En tegelijkertijd ging daar ook een soort acceptatieproces aan de gang. Hè? Want je zei het ook al, ik moest wel even wennen aan het idee van, nou, dan ben ik ineens, hè, na al die jaren heb ik dan een diagnose. Dus wie ben ik dan in relatie tot die diagnose? Wat hoort daarbij, wat hoort daar niet bij? Ik weet, op een gegeven moment heb je toen ook de keuze gemaakt om het tegen je collega's te gaan vertellen. Hè? Omdat je af en toe toch wat andere behoeftes had dan die je zag bij je collega's. Hoe heb je dat ervaren en hoe heb je dat aangepakt en hoe heb je dat ervaren? Ja, allereerst was ik, toen ik de diagnose kreeg, zeg maar, ben ik meteen in gesprek gegaan met heel veel vrienden, vriendinnen en ook enkele familieleden. En dat was heel helpend. En dat mensen verbaasd waren of zeiden van, nou ja, dat herken ik niet, maar ik herken wel jouw bepaalde gevoeligheden. En, maar ik zie het meer als HSP, zei sommigen, hè? High sensitive. Ja. Maar al met al was doorgaans het geluid van, je blijft gewoon Andrea, dus je bent wie je bent. En dat was heel helpend. En dus zo ben ik ook, heb ik het gesprek aangegaan op het werk in de teamvergadering. Ik wilde graag dat mensen, dat mensen het wisten. Sowieso waar ik mee bezig was. Hè? Want ik was nog niet voluit bezig. Maar ik deed wel van alles. En wat dan? En waarom? Dus dat wilde ik ook graag toelichten. En dat was best spannend. Maar ook goed. Nou, jij was er ook bij. Dus ik wilde ook daarmee laten zien van, nou, je kan, hè, als je zoekende bent of er is iets, nou, je kan ook een jobcoach in de arm nemen. Nou, voilà, hier zit er eentje. En dat was goed om te vertellen en mensen waardeerden dat ook. Een enkeling was misschien kritisch van, maar hoe kan dat wel passen hier op het werk? Hoe gaan we dat dan doen? Ga ik er iets voor merken? Dus, hè?
Maar de meeste waren positief en ja, het blijft natuurlijk een heel groot team. En we hebben het er niet veel over. Maar de directe collega die was heel ondersteunend en helpend. En eigenlijk gewoon zoals altijd, zoals we naar elkaar zijn. En ik merk, het is een proces. En ik kijk het autisme steeds meer aan, zeg maar. En het krijgt een plekje. En zo probeer ik ook steeds meer te delen als we in een kleine setting zijn met collega's. En ja, zoals iedereen wel deelt van hoe zit je erbij vandaag. Nou, dat is voor mij ook een mooie manier om te zeggen hoe het voor mij is. En zo maak ik het steeds meer kenbaar eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk sowieso bij jullie in het team dat er veel ruimte wordt gegeven aan of veel ruimte wordt gegeven voor iedereen zijn persoonlijke situatie. Ja. Ja, dat je met z'n allen even kunt inchecken. En dat het dan eigenlijk daarin ook niet zoveel uitmaakt of je iets vertelt over, door mijn autisme zit ik er vandaag zo bij. Of dat je iets vertelt over een heel ander vlak. Ja. Dus daar wordt sowieso bij jullie heel veel aandacht aan gegeven. Wat ik ook nog me herinner is dat jij wel eens aangaf sommige strategieën die jij toepaste op het werk. Die iets te maken hadden met een bepaalde structuur die je aanbracht voor leerlingen en ook voor jezelf. Daarvan zei je dan dat er heel positief op gereageerd werd. En dat mensen zeiden van ja, eigenlijk vind ik die methode van jou zelf ook hartstikke prettig. Heb je daar nog bepaalde voorbeelden van? Dat wat ik zelf prettig vind, hè, het structureren van het werk, zorgen voor een goede planning, probeer ik ook met studenten te doen, of de studenten zelf te laten doen. Omdat, ja, hè, dat merk ik gewoon dat hen dat ook heel erg helpt. En door de dag heen, dat er een duidelijke structuur is, dat geeft rust. Dat is voor iedereen heel prettig. Niet alleen voor mij, maar voor alle studenten eigenlijk. En daarbinnen is dan veel mogelijk. Dan is er ruimte voor creativiteit, voor out-of-the-box denken. Maar dan is er een prettige kader, zeg maar. Ja. En naar mijn collega's toe, ja, ik heb nu niet 1, 2, 3 voorbeelden bij. Maar wel bijvoorbeeld, hè, we hebben bijvoorbeeld een moment in het jaar dat je veel oudergesprekken gaat voeren. En dan plannen we dat op één middagavond. En ik heb daar nou gewoon 3 avonden voor gepland. En ouders konden kiezen, vonden ze zelf eigenlijk ook prettig. En voor mezelf dan was dat veel prettiger te managen. En had ik volle aandacht voor die ene ouder met student. En sommige collega's die vonden dat eigenlijk wel heel slim. Want je raakt zelf helemaal uitgeput eigenlijk. En waarom? Waarom? Ja, er is helemaal geen wet dat het op één avond moet. Dus zo, ja. Dat zijn ja, dat mooie inzichten, zeg maar. Precies, dat is ook wel echt wel een mooi voorbeeld van hoe jij dan iets hebt aangepakt. Wat eigenlijk ook voor andere mensen super fijn is. Dus dat jij daar ook niet de enige in was. Dat is ook wel een fijn moment om dat te merken. Ja. En even kijken, nou, want dan heb je een aantal aanpassingen gedaan op het werk. En je zei net al, ik heb wat meer rekening gehouden met mijn sensorische input. En ook met de manier waarop ik mijn werk inricht, waarop ik het plan. Een ander proces wat bij jou heel erg liep, was ook je heel bewust zijn van het oordeel wat je hebt richting jezelf. Hè? Dus op het moment dat je dan merkte van nou, iets kost me veel energie of hier heb ik toch een andere behoefte in, dat je daarin aanvankelijk nog best wel een negatief oordeel richting jezelf kon hebben. En dan, dat oordeel heb ik gaanderwijs ook wel milder zien worden. Ja, dat kan je daar iets over vertellen? Ja, nou dat was echt, dat is het lastigste geweest. Het lastigste. Misschien ook omdat ik wel ouder ben. Dat is dan gewoon hardnekkig. Hè? Ik wil het graag goed doen. Ik voel me verantwoordelijk. En dat uitvallen, sowieso als ik een keer ziek ben, dan vind ik dat heel lastig. Dat is altijd al geweest. Dan zie ik dat toch als een soort zwaktepunt. Terwijl ik dat naar anderen toe helemaal niet heb. Dus dat is gewoon, daar heb ik mezelf aangepraat. Dus nu had ik dat ook. En als je dan ook nog een stempeltje krijgt, zeg maar, dan
is dat niet iets wat jou sterker maakt in eerste instantie, dacht ik. Hè? Dus daar zit ook een teken van een zwaktebod misschien. Of, want ja, je mist iets of je wordt misschien eerder moe. Of je krijgt andere signalen waardoor je een pas op de plaats moet maken. Ja, dat is gewoon niet leuk, zeg maar. Dus daar had ik in het begin wel heel veel moeite mee. En hoe heb je dat dan weten om te draaien? Nou, door te ontdekken hoe fijn het is als je er gewoon naar luistert. Als je het kan zien als een soort van natuurlijke begrenzing. Want iedereen heeft natuurlijk grenzen. Ja. Alleen, die voor mij moest ik gewoon opnieuw ontdekken of zo. Ja. Hè? Ook omdat ik ouder werd, ik kwam in de overgang. Dat speelde gewoon echt heel erg mee. Ik merkte allemaal andere dingen en ik raakte eerder moe en mijn energie was anders. Dat is ook een moment, dan moet je opnieuw gaan ontdekken van, dit werkt misschien niet meer zo voor mij, wat altijd wel zo werkte. En ik kan niet meer altijd overal op inspringen en openstaan, want dan trek ik het gewoon niet meer. Nou, toen ik daar meer naar ging luisteren, dan kreeg ik weer de regie terug, zeg maar. Nou, en dat geeft een hele een boost, zeg maar. Want dan voel je je weer in je kracht staan. Ja, dat had natuurlijk ook te maken met dat de energie weg was. Die kwam ook langzaam terug. Maar dat liep eigenlijk synchroon, zeg maar. Ja. Dus door positieve ervaringen op te doen. Ja. En dat het eigenlijk, het werk gaat gewoon door. Dus ook succeservaringen opdoen, dat het werk daardoor niet minder is. Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel een proces wat ook best wel wat moed vraagt van jezelf. Hè? Van, je moet het aangaan en durven gaan ervaren dat als je rekening houdt met je mogelijkheden en met je grenzen, dat je dan daar ook dat een positief effect heeft. En dat die succeservaringen gaan opdoen. Ja, maar dat heeft ook heel erg geholpen. De manier waarop jij vragen stelde, kritische doorvragen noem ik het maar even. Dus ik kwam niet zomaar weg met een mooi antwoord. Dus ik moest ook echt eerlijk kijken naar mezelf. Hoe is het bijvoorbeeld met mijn energiehuishouding? Dus als het gewoon eigenlijk pet was, dan moest ik dat ook gewoon zeggen. Ja, en wat betekent dan? Is niet op dezelfde manier doorgaan, maar op een andere manier. Ja. Dus dat heeft me zeker geholpen. En ook de manier, sowieso de opstelling. Je vertelde al een beetje een introductiepraatje. Maar dat je al van begin af aan heel gelijkwaardig jezelf opstelde. En niet zozeer van ik ben hier, wij zijn hier het expertisecentrum en wij gaan zeggen hoe het moet. Nee, ik ga met je meekijken. Dus dat wat ik hoop dat ik zo ook naar studenten toe doe. Me zo opstel, gewoon meewandelen en vanuit jouw deskundigheid kun jij goede vragen stellen en het zo doen dat ik eigenlijk zelf tot oplossing kom. Ja. Ja, het is wel mooi dat je dat zegt, want dat is natuurlijk ook wel echt het geloof dat iedereen is deskundige van zichzelf. Ik bedoel, je doet dingen vaak niet voor niks. En jij hebt natuurlijk ook heel lang de neiging gehad om veel langer door te gaan dan eigenlijk comfortabel was. Dus ook van, als ik me niet goed voel, ik kan nog steeds door, dus dan doe ik dat maar. Terwijl de vraag is om te kijken, hoe is het comfortabel, hoe kan ik het volhouden? Ja. 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 Inmiddels ben je weer helemaal terug aan het werk. Ja. En is ons traject ook gestopt. Hoe heb jij het ervaren om van dat proces weer naar de medewerker te gaan die je nu bent? Als ik terugkijk was het eigenlijk een heel mooi proces. Want ik ben heel erg gaan opbouwen. Dus dat smaakte vaak naar meer. Als ik een inzicht had gehad, dan wauw. Ja, ik kwam natuurlijk ook alweer mijn valkuilen tegen dat ik dan misschien weer te hard liep of zo. Dus soms viel ik ook wel even terug. Maar dat waren kleine stapjes. En ook gewoon meteen voelen dat
De kern die ik nodig heb om les te kunnen geven, om te gaan met studenten, die was er gewoon nog steeds. Dus dat is dan de flow waar je op aan kan haken weer. Het werk leuk vinden en de passie voor hebben. Dus dat was gelukkig niet weg. En daar val je dan natuurlijk ook, dan komt dat weer extra naar voren als je weer... Dan weer terug naar het werk gaat. Ja, en dan word je ook weer gevoed, zeg maar. Ja. Dus je krijgt ook weer energie terug. En je kunt weer gewoon prettig moe worden. Ja. Om een reden. Dat is ook heel mooi dat je dat zegt. Ja. Ja. Moe maar voldaan. Ja. Ja. En het proces, ja, ik heb tussendoor mijn leidinggevende wel steeds op de hoogte gehouden. En ook met z'n drieën hebben we een paar keer om de tafel gezeten om te kijken van nou, wat heeft het tot nu toe opgeleverd en welke vervolgstappen gaan we maken. Dus dat vond ik ook heel ondersteunend daarin. En ook leidinggevende stelde zich heel erg gelijkwaardig op en heeft nooit geschrikt van, is nooit geschrokken van wat er gebeurd was. Of heel coachend. Ja. Niks menselijks was er vreemd. Nee, inderdaad. Nee. En dan is het misschien ook nog wel een mooie afsluiter om te vragen aan jou of jij nog bepaalde tips hebt voor dan wel mensen met een vorm van autisme die nu worstelen met hun werk of bijvoorbeeld tegen ziekte of overbelasting aan zitten. Of voor een werkgever die ziet dat een werknemer daarmee worstelt. Ja. Nou, allereerst voor iemand die ermee worstelt, neem jezelf serieus en vraag om aandacht, trek aan de bel, bespreek eerlijk en open wat je tegenkomt bij je leidinggevende. Ik ga er dan wel vanuit dat zo iemand, een leidinggevende, dat hij daarvoor is, hè? Dat hij of zij er aandacht voor heeft, geen oordeel heeft en samen op zoek gaat. En jou ook de ruimte geeft om expertise te zoeken. En geloof dat het altijd iets positiefs oplevert voor jezelf. En alles is goed. Je weet niet wat eruit komt, maar alles is goed. Dat vind ik een hele belangrijke. En vraag een juiste hulp, hè? Want autisme... kan complex zijn. Hè? Ik heb bijvoorbeeld ontdekt, ik heb ook meteen allerlei boeken gelezen van hoe is het dan voor meisjes en vrouwen. En dat ziet er toch heel anders uit. En die complexheid, dat is fijn dat iemand al veel ervaring heeft ermee, dat die met jou mee kan kijken van hoe is het dan voor jou. Dus gun jezelf dat ook. Ja. Hè? Dat vind ik een hele belangrijke. En die leidinggevende moet gewoon gelijkwaardig zijn en eerlijk zijn en open en ook vertrouwen hebben. Ook al duurt het misschien wat langer, dus iemand de tijd geven. Iedereen heeft haar eigen tempo. En ook ondersteunen dat je het kan delen met anderen. Want ja, net als onderwijs, dat is toch ook een mini-maatschappij. En die moet ook gaan voor een inclusieve maatschappij. Dus ja. Geef daar dan ook de ruimte voor en straal dat ook uit. Nou, ja. Super mooi dat je dat. Dat hoop ik. Ja, ik denk dat dat heel nuttig is om dat zo te benadrukken. Ja. Oké, nou Andrea, super bedankt voor het openlijk delen van jouw proces. Goh, zijn we al klaar? Ja. Of had jij nog dingen die je graag wilde toevoegen? Nee, goed is goed, hè? Ja, denk ik. Ja, ja. Goed, nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan, ja.